Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en ik heb er zin in. Ik weet ook niet waarom. Ik heb er vandaag gewoon heel erg veel zin in opnames. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon blij. Ik ben gewoon een blij konijntje. Waar is Fiver? Fiver? Hier, dankjewel. Nee, dat klopt, je bent konijn. Ik wist dat die tekst in beeld zou komen. Zo erg is het al tegenwoordig. Ik weet al hoe dat ik edit. Zo erg is het. Goed, in deze aflevering vandaag gaan we sowieso eventjes een mushroomhuisje maken. Dus ik wil heel eventjes deze zooi even verkopen. Die pickaxe die hebben we niet meer nodig. Die mag ook weg. Mushrooms hebben we ook ondertussen genoeg. Slimes wil ik heel even houden. Banana Rang mag eventjes hierbij. En nou is de vraag, waar maak ik dat huisje van? Ik wil even zo'n skyblock, maar ik ben nog niet helemaal achter de achtergrond die ik wil gebruiken. Ik bedoel, ik ken wel weer de Living Wood Wall, maar dat vind ik niet echt... Het is jammer dat ik die background wall weg heb gehaald van een cloud. Kan ik die daar nog jatten? Ik denk dat ik hier even wel wat vandaan kan jatten. Haal ik dat? Kan ik zo hoog vliegen? Ik ga het gewoon even proberen, jongens. Ik bedoel, we hebben nou dus zeg maar de pickaxe en daarvoor kunnen we dus zeg maar naar de jungle. Want er was gisteren heel erg veel vragen over van... waarom is de jungle zo belangrijk? Hetzelfde plekken, waarom? Ik weet niet, iedereen... Ik denk dat iedereen praat stoot. Ik weet ook niet waarom, sorry. Maar ja, ik kreeg dus heel erg vaak de vraag van... Ja, waarom is dat de jungle en Gross Restless? Waarom is dat zo belangrijk? Kan iemand mij dat vertellen of zo? Nee, dat haal ik niet. Oké, dan even andere change of plans. Maar in de jungle is er dus heel erg veel te vinden. Daar is nou de volgende baas te vinden. En daar is nou dus zeg maar iets voor onze live crystals te vinden. Wat zeker heel erg handig is. Maar ik ben hier ondertussen al anderhalve minuut aan het rondhuppelen. En nog niet eens wetende wat ik ga doen. Ik denk op een ijsachtergrond. Ja! Een ijsachtergrond in een skywereld. Oh, dat wordt leuk. Dat gaan we doen. We gaan het gewoon doen. Ik heb ijs. Kan ik te maken? Terraria, mag ik te maken? Terraria, alsjeblieft, mag ik te maken? Ijsbricks. Die had ik alleen in mijn inventory, maar eigenlijk belangrijk. Oké, okay, dan ijsbrick wall. Want die hebben we ook nog nodig voor flashbackhuisje 2.0. Zo. En ik weet dat ik heel erg veel shroomstuff nodig heb. En ik weet dat ik heel veel kan maken van shroomstuff. Zelfde player, wat ben je vandaag actief? Ja, ik weet ook niet waarom. Een verkeerde paddenstoel gereden of zo, weet ik veel. Mario! Ken ik nog niet eens met de Mario Boy doen. Het ding is een maatje voor play. Dat is beter. Goed, dus ja. Mamma mia, he should have to stay up the shrooms. Oké, nou, even kijken. Ik wil zo'n lampje maken. Ja, mushroom lantern. Doe maar eentje. Zo. Een mushroom door. Die kan ik ook maken, dat is leuk. Niet vergeten. Zal ik hem een wc geven? Nee, dat is niet nodig, hè. Even kijken, we hebben een lantern. Mushroom tafel, ja. En een mushroom stoel. Oh, dat is... ik dacht al dat met wc was. Dat is duidelijk een chair, maar maakt uit. Oké, nou. De reden waarom dat we dit dus gaan maken in die mushroom bar, dan weet je wel even iets om op die tafel te zetten. Waarom ook niet? Kan ik... Wacht eens even. Ik kan mushroom walls maken. Oké. Ah, die ijs background wall, die hebben we toch nodig voor deze hier, dus wat maakt het uit? Dus wij gaan naar de skybase, want daar heb ik zin. Nou ja, het is niet echt een base, het is eigenlijk voor een NPC te spawnen. Er is namelijk een NPC genaamd de truffel? Paddenstoel dude, Toad, ik noem hem gewoon Toad. En die spant alleen maar in de mushroom biome, in de mushroom kingdom. Dus ja, daarom moet je dus een huisje specifiek maken in de... Oh, dat was slim. Dus die moet je specifiek maken dan zeg maar in een mushroom biome. En omdat ik het zo veilig mogelijk wil stellen, heb ik dus zeg maar, ben ik ervoor gegaan om dus zeg maar zo'n mushroom huisje te maken boven in de lucht. En ja, dat werkt. En die wordt later heel erg belangrijk. Want zoals ik al zei, in deze let's play wil ik dus voor de ultimate armors gaan. Voor elke class. Dus voor de mage, voor de summoner, voor de melee gast en voor de range. Wat heel erg leuk is ook bij de... wat ook heel erg leuk is, zeg maar, voor de challenge. Om dat dan zeg maar, te weten wat het beste armor is waar je voor je kan gaan. En heel eventjes leuk over die... Over de challenge. Ik had zeg maar... Of ja, Fiber had dat eigenlijk gezegd wel leuk voor een stream idee. Dus nogmaals bedankt Fiber. En heel veel die vonden dat eigenlijk ook wel een leuk idee. Dus nou, aangezien dat ik het weekend een beetje druk heb. Ik heb sowieso een evenement waar ik zondag naartoe ga. Dus er zullen helaas geen afleveringen komen. Ben ik van plan dan zeg maar om een streamserie te starten. Betreft onze... onze challenge. Dus dan ga ik een class playthrough doen op medium core. En dat zal dan op Twitch plaatsvinden. En dan ga ik morgen mee beginnen om, laten we zeggen... 6 uur?
Ja, we beginnen gewoon om 6 uur. We zien wel tot hoe lang dat dan gaat duren. Dat weet ik nooit. Nou, voordat mensen gaan vragen van... Komt dit ook op YouTube? Nee, die komt niet op YouTube. Dit is de main serie van Terraria die op YouTube gaat komen. En bij de andere serie dan gaan we gewoon gezellig streamen met z'n allen. Maar hartstikke gezellig gaan worden. Dan kan ik ook live interactief met jullie zijn. Terwijl ik me ook heel erg moet focussen. Omdat als ik dan ook heb, ben ik allemaal stuk kwijt. En dat is heel veel. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Ik zit eraan te denken. Ik heb geoefend een beetje al met de range. Dus om een beetje de sake of progress te krijgen. Ben ik wel van plan om dan een range class te doen. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Dus we mogen geen melee gebruiken. Alleen maar pijlen, bogen, fietsventieldopjes. En ja, die kun je gooien. Dus ook range, weet ik veel. Dus ja, daar ben ik eigenlijk een beetje van plan. Laten we het zo gaan doen. Lijkt me heel leuk. Wil jij doodgaan of zo? Dank je. Oké, nou. Wat we dus gaan maken. We gaan dus even een klein huisje maken. Want als hier nou een wiffer gaat spannen, dan word ik een heel boos konijntje. Maar wel iets hoger. Ik wil wel een beetje een decent huis voor onze vriend hebben. Die dus hier gaat spannen. Oké, ga jij eens even dood. Ga eens even dood. Dank je. Even kijken hoor. Dan moet ik eventjes mijn mission even zo. En dan even deze hier zo plaatsen. Heb ik? Mijn knop doet even goed. Mijn knop had een issue. Oké, zo. Nou, eigenlijk vind ik wel een beetje dat hij wel een beetje zeg maar ook een leuk dakje mag hebben of zo. Dus niet te groot. 1, 2, 3, 4. 4 is zat. Ik vind 4 zat. Ik hoop dat jullie daar met mij eens zijn. Dan kan ik het namelijk zo doen. Ja, dit ziet er leuk uit. 1, 2, 3, 4. En dan hier ook weer zo. 4 omhoog. Zo. Vergeet niet, dit wordt een mushroom huisje. Dus het past er wel mooi bij. Oké, nou. En dan hier even een kleine opening maken zo. 1, 2, 3. En dan hebben we daar slime. En dat is heel vervelend. Waarom weet ik niet, maar ik vind het vervelend. Oké, nou, zoals altijd maak ik daar een mooi dakje van. Oké, nou, heel veel vonden die bouwafleveringen leuk, dus ik wil het wel een beetje uniek maken. Dus echt een beetje in de stijl van dit huisje en het regenwolkje daarbij. Dat ja, voor zijn humeur, denk ik. Als hij gewoon een keer een zagrijnige dag heeft of een keer zin heeft te regen, kan hij gewoon onder een regenwolkje gaan staan. Ik wil. Dus, nou, even kijken. Hier dan die mushroom. Oh, wacht, dat kan nog niet. Dat kan nog niet. Dat kan nog niet. Dat kan nog niet. Eerst moeten we hier eventjes deze vloer even weghalen. En dit heeft geen effect op de biome ofzo hoor, dus voor de mensen die zich daar een beetje zorgen over maken, serieus, waarom zei je daar zorgen over maken? Nee, daar hoef je eigenlijk geen zorgen over te maken. Ik bedoel, als je dus zeg maar zo'n huisje maakt, je kunt het inderdaad zo wel laten, maar ik vind het mooier om dan gewoon zo even echt een die mushroom doorplaatsen. Hartstikke gezellig. Oké, nou laten we dit heel even gaan opvoeren. Dat ziet er gaaf uit. Dit wordt echt leuk. Skybase met mushroom background en... Ik weet niet, maar mijn D-knop wil niet goed werken. Echt serieus. Oké, nou weer wel. Goed zo. Braaf. Ik ben jouw baas, dus jij luistert naar mij, toetsenbord. Jij luistert gewoon naar mij. Dat is veel beter, oké. Oké, zo. Nice. Oké, nou en dan die lamp, die wil ik hier dan mooi in het midden hangen. Kijk, dat ziet er al een beetje mooi uit. En dan, ja, ik heb nog niet echt heel erg veel meubels ervoor. Ik denk dat ik wel wat meer meubels ga maken. Dan ga ik hier zo'n studeerkamertje maken. Een beetje zo. Hier ook. En dan nog een lampje hier. Zo, is dit al wel het huizing? Is dit goed? Dit huis is suitable. Mooi. Nou, wat dus zeg maar daar de bedoeling van is dat hier dus zeg maar de mushroom dude in zou spannen. En dan zien we dus van eigenlijk wel wanneer dat hij gaat komen. Dus als hij er zin heeft, voor mij mag het echt zo snel mogelijk zijn. Maar dan hebben we dat in ieder geval vast klaar. Dan kan hij in de wereld spannen. En wanneer dat we dus zeg maar weer een baas hebben, we... Hij is er al! Shani de Truffel. Ik noem je gewoon Toad. Hi Toad. Hi! Would you like to buy some stars? Nou, het is jammer dat ik geen stars heb. Maar we kunnen dus zeg maar een hamush, een mushroom spear, mushroom cap, een strange glowing mushroom en een dark blue solution wat we dus zeg maar kunnen gebruiken voor die cleansinator die we kunnen kopen. En dan kunnen we dus overal een mushroom buy maken wat helemaal niet nodig is, omdat we hebben allemaal een mushroom buy. Dus waarom zouden we die hebben nodig hebben? Maar hij verkoopt dus nog iets en dat is dus zeg maar een equipment dat we dus zeg maar shroom uit kunnen maken. Maar dat kan alleen maar op het moment dat we dus zeg maar weer een baas hebben genaamd Plantera die in de jungle tevoorschijn komt. Dat was dus dat bericht van the jungle is growing restless. En ik hoopte eigenlijk dat er nou een Blood Moon evenement of een solar eclipse, iets wat in ieder geval veel enemies zou spawnen, dat we in ieder geval nog een beetje van een evenement konden doen. Ik bedoel, we hebben nog niet eens een pirate invasion gehad. Omdat ik nog niet eens een pirate map te pakken kan krijgen. En dat is zo frustrerend.
Nou ja, zoals ik al zei, het wordt een beetje een bouwaflevering. Dus dan gaan we gewoon eventjes het flashback kruisje 2.0 even afmaken. Voor de mensen die er vragen over hebben, kunt u natuurlijk al uw reacties plaatsen in de reactie onder deze video. Die vragen hebben over waarom een 2.0 huisje? Waarom is die van ijs? Waarom ben je zo hyperactief vandaag, Zelda Player? Kan allemaal in de comment section daar beneden ergens. Waar je kunt typen in een balkje. Op enter drukken en je zult een reactie hebben geplaatst. En misschien wordt die ook nog wel geselecteerd voor de flashback huis in de wall of comment sectie. Hartstikke gezellig. Ik weet het, ik word geraakt en het boeit me geen ene. Ik heet Shadow Armor. Dus ik weet echt niet. Oké, nou, waar heb ik dat ijsding staan? Hier. Want ik heb eventjes wat ijsduren nodig, om dat dus zeg maar even voor een beetje zo te maken. Helaas kunnen we dus zeg maar niet weapon racks van ijs maken of zo. Dat zou eigenlijk best wel awesome zijn. Maar heb ik nog een mushroom ball nodig? Nee. Oké, deze kan dan daar. Poef, kom op, kom hier. Mooi. Deze kan dan hier. En ik weet het wordt dan heel eventjes donker, maar ja, het is toch... Jongens, serieus. Het is mij, Robert. Dit ik het eigenlijk even. Nee, maar het is mij die gewoon even een paar ijsblokjes plaatst. Dus dit kan eigenlijk best wel tijd innemen. Dus timelapse? Nee. Fast forward? Nee. Gewoon knippen en terugkomen wanneer dat het klaar is. Ja. Tot zo! En in een flits. Tadaa, er is niks aan. Ik heb hem al klaar, dus serieus. Dat duurde voor jullie maar een seconde. Ik bedoel, dat gaat nogal snel. Oké, nou heb ik eventjes wat... Heb ik nog wood? Want ik moet heel eventjes een paar van die dingen maken. En ik heb geen wood. Fijn. Wat is dit voor zijn wood? Ik heb boompjes geplant. Helemaal vergeten. Ik zou even wat meer boompjes trouwens planten, of mochten we nog meer? Die staan in de ingrediënten. Oké. Even wat boompjes planten, jongens. Kom op, ik bedoel. De natuur is de grootste vriend van de mens. Zeker als je dingen wil maken. Oké, dat klinkt eigenlijk best wel duister. Vergeet dat ik heb gezegd. Dus heb ik niet gezegd. Jullie hebben niks gehoord. Sst. Dus, dus we hebben eventjes wat hout nodig. Omdat ik heel eventjes die toortjes wil maken. Voor redenen. Dus, hallo vogeltje. Ik weet het is heel erg donker. Daar ben ik ook niet blij om. Ik bedoel, we hebben een halve maand. En normaal gesproken zou het dan niet zo donker zijn. Oké, mag ik heel eventjes. Poef, hier eentje. Zo, en dan poef, poef. Au, poef, 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 poef. Plant gewoon willekeurig, dan maakt mij het uit. Oké, we hebben nou in ieder geval wat hout. En als ik dan naar de zandbak geloof toe ga, dan kunnen wij eventjes twee weapon racks maken die ik nodig heb om eventjes de afmetingen te checken. En nou wil ik wel even kijken, ik weet zeker dat blue de ijstoortjes. 15? Nou, dat is genoeg, hoop ik. Wat heb ik eigenlijk in het midden staan? Ja, daar heb ik zoiets staan, maar dan moet ik dus zeg maar een ijsding maken. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oké, 10 stuks. Oké, 10 stuks. Daarom heb ik dus zeg maar even die twee weapon racks. Zodat we dus even goed zeg maar kunnen afmeten hoe dat de afstand is. Dus kom op. 1, 2. Zo. En dan daar ook weer een torch. Daar heb ik aan beide kanten zo. Dus dan moet ik eventjes mijn pickaxe hebben. En deze die is echt heel erg snel, jongens. Het is echt zo fijn. Oh. Ik hou serieus de torches weg. Oh. Ik ben niet dom. Oké, ja, jullie kennen de grap maar ondertussen. Oké, nou hier een ijstorch. En dan weer twee van die weapon racks even plaatsen van de afmeting. Er komt een update dat je de afmetingen heel erg goed kan inschatten, zeg maar. Er komt een speciaal dingetje, tingmeting voor, dus zeker handig om dat te weten. Oké, en daar heb ik voor... Dat heb ik! Kijk de andere kant op. Dat heb ik dus zeg maar ook bij deze gedaan, zo te zien. Ja, en dan heb ik er daar boven twee in de hoeken zitten. En dan komt daar dus zeg maar zo'n ijsdinges. Oké, dus dat is dezelfde afmeting. Heel erg belangrijk om dat wel goed te doen, jongens. Kom op, het is voor jullie. Nou, en deze dag heb ik de weapon rack niet benodigd. Dan ga ik gewoon omstaan en doe ik een poep. Kijk! Zo makkelijk! Die daar. Die komt dan daar. Deze die moet ik dan... is dat in de bovenste hoek? Is in de bovenste hoek. Het wordt al een beetje mooi verlicht zo. Oké, die moet in die hoek. En dan moet ik heel even kijken of ik nog een leuk ijslampje kan maken. Heb ik daar de materialen voor? Ik denk het wel. Even kijken hoor, dat is onze dinges. Oh, we hebben nog niet eens een platinum of een titanium dinges gemaakt. Dus misschien een beetje spelanken. Fast forward? Nou, ik weet niet. Hebben we nog tijd? 40 minuten? Ja. Ik denk dat we eens spelanken eventjes ergens gaan kijken of we ergens nog even titanium kunnen vinden. Zodat... Ja, dat ik even kan laten zien hoe de titanium er allemaal uit zit.
Even kijken. IJslamp. Frozen Lantern. Die zijn best wel klein. Frozen Lamp. Ja, we doen er dan gewoon twee naast elkaar. Dan ziet het er een soort van uit. We doen er gewoon twee naast elkaar. Dus even kijken. Ja, het staat perfect in het midden. We gaan heel even kijken. Ken ik daar hier ook? En ik weet het. Ik moet hier nog van die plateautjes maken. Maar kijk, zo. Eigenlijk vind ik dit al zat. Ik vind hem mooi genoeg. Ik doe het ervoor. Oké, nou dan heb ik nog eventjes wat houten plateautjes nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. 1, 2, 3. Mag ik hier naar beneden? 4, 5, 6. Nou, eigenlijk, aangezien dat we nou toch zo lekker in de bouw zitten, wil ik wel eventjes kijken hoeveel seats dat we hebben. Want ja, ik weet, ik heb gezegd, wij hebben genoeg materialen en alles. Weet wel, voor ingrediënten, voor potions. Ik bedoel, ik heb genoeg belang, kan hier al van maken. Mocht je daar nou niet hebben, ik bedoel, het is een let's play. En ik zou jullie eigenlijk moeten laten zien wat dan de beste optie is om dit te doen. Dus, ik laat jullie toch zo'n farm zien. Vind ik toch fijn eventjes om te laten zien een beetje hoe zo'n farm eruit zou komen te zien. Dus, wat ik ga doen is, ik ga eventjes een mooie fast forward maken en zo'n kleine korte farm maken. Hij komt onder ons huis, dus het zal niet te lang duren. Dus, editor, gooi de fast forward er maar in en wij gaan dus heel eventjes snel bouwen. Oké, dat is mooi. Nou is er nog even één ding wat ik eventjes snel wil doen. Het was een korte vet woord, ik weet het. Maar de achtergrond die moet dus weg. Dat is heel erg belangrijk. Dan wil ik heel eventjes naar onze Greenpeace. Krijsers! Ik weet dat je dat uitscheldt, sorry hoor. Oké, ik wil eventjes wat grass seeds hebben. Niet te veel, gewoon zoiets. Hangt het uit. En wat ik daar eventjes mee wil doen, dus wil ik eventjes zorgen dat hier al wat sneller gras groeit. Dus dat kennen we gewoon zo. Hier gaat. Oeps. Niemand heeft iets gezien. Oké, wat dus zeg maar zo handig is bij deze farm. Als dit dus zeg maar helemaal gras is, dan kunnen we daar dus zeg maar van alles planten. Maar wat ik dus eigenlijk zeg maar, wat het makkelijkste is. Kijk, sommige dingen kun je planten, of alles kun je eigenlijk planten zeg maar in gewoon gras. Maar sommige dingen weer niet. Sommige moeten weer speciaal in modder, sommige moeten weer speciaal daarin. Sommige moet je echt gewoon plain gras neerleggen. Dus wat ik ga doen is, als ik in onze bouwdinges ga kijken, dan ben ik even op zoek naar klei. En die hebben we hier. En van klei, als we bij onze furnace komen, zoals jullie al weten waar we dit naartoe gaat. En kijk, nou toch eens, ik kan zelfs een mushroom dress maken, wat leuk. Kunnen we dus zeg maar potten maken. Doe maar 10. Laten we met 10 beginnen, dat is meer dan zat. Nou, die kunnen we dus zeg maar hier gewoon plaatsen. Wacht even, ik heb een veel leuker idee. Wacht eventjes. Nou, dit gaan we menen. Dan heb je net die gratis iets gedaan en dan heb ik een veel leuker idee. Doe de fast forward maar, dit gaat mij... Oké, dat maakt niet uit. Doe de fast forward maar. Oké, nou, sorry daarvoor. Wat ik dan eventjes wou doen namelijk, is even kijken hoor. Als ik nou, of heb ik hem nou nog niet diep genoeg gebouwd? Wel toch? Jawel. Oké. Wat ik dus zeg maar wil maken is, ik wou hier eventjes zo'n, mag ik er een paar meer? Wat ik wil maken is zeg maar hier eventjes zo'n plateautje. Zo. Nou, kom op! Het wil niet werken! Oh, flame. Oké, nou, even. Zo. Maar, weet je wat? Ik doe het wel even zo. Zie ik het beter. Dan werkt het ietsje pietsje sneller en ietsje pietsje beter. Dan hebben we dus, zeg maar, onder hebben we dus, zeg maar, onze grasfarm. En, ik ben in de fast food. Ben ik wel vergeten. Zie je dat? En natuurlijk heb ik geen hout meer om dat te fixen.
fijn. Leuk dit. Top. Dankjewel, spel. Dankjewel. Ik plaats nu eerst even de potten en ik fix dat eventjes dadelijk in een seconde. Oké, 3, 4, 5 daar. En 1, 2, 3, 4, 5. Nou, zoals je dus zeg maar ziet... Oh, ik heb weer Mushroom Crest. Die doe ik eigenlijk al even snel daar even beneden. Oké, nou, dan gaan we naar de bouw. Bouw. En wat wou ik hier eigenlijk doen? Ik heb geen flauw idee. Wat doe ik hier? Oké, nou, het maakt niet zoveel uit. Oké, ingrediënten. Die mushroom seeds, die kunnen we dus zeg maar helaas daar niet planten, want ja, dat heeft niet echt zoveel nut. Maar bijvoorbeeld Blinkwood seeds, Daybloom seeds, Corrupted seeds, Moonglow seeds. Daar kunnen we dus zeg maar allemaal... Ja, Corrupted seeds hebben we elkaar gewoon weinig aan. Shifton seeds, die moet hier wel bij. Moonglow seeds, die moet hier bij. Waterleaf seeds, die moet daarbij. En Deadweed seeds, die moet er zeker bij. En hoeveel Deadweed heb ik? 14. Nou, het voordeel dus is, je kunt dus in die potjes, alle seeds die je dus zeg maar erin plant, kun je dus zeg maar de gewenste plant maken, wat dus handig is voor potion ingrediënten. Dit is handig voor bijvoorbeeld een makkelijke spelanken farm te maken ofzo. Dus om een spelanken farm te maken, nou je weet welke resources of welke potion ingrediënten je nodig hebt. Dan heb je Moonglow nodig en Blinkroot. Nou, dus dan pakken we eventjes de Moonglow seeds en dan pakken we de Blinkroot seeds. Zo, nou en Moonglow die kan normaal gesproken alleen maar in een... In een moddergebied. Of in een junglegebied. En hier kun je ze gewoon lekker planten in potjes. Dus dat is zeker handig. Dan doe ik hier eventjes wat sunseed. En aan de onderzijde. Dat is dus ook heel erg belangrijk om daar dus zeg maar even rekening mee te houden. Het gras groeit al lekker. Even kijken. Was jij dat nou? Volgens mij was jij daar. Even kijken. Shop. Ja, pumpkin seeds. Nou, die zijn dus zeg maar heel erg belangrijk om dus ook te planten. Dus wat ik wil doen is zo snel mogelijk hier eventjes wat pumpkin seeds eventjes planten. Dus kan ik hier twee planten zo? Twee. Hier ook eentje. Als voor later is dat zeg maar heel erg belangrijk. Dus daarom ben ik daar nou eventjes al actief mee bezig. Ik bedoel, het is een bouwaflevering, dus laten we het zo gelijk ook doen. Oeh, ze groeien al snel. Het groeit gewoon bij je bij staat. Ga weg, jij. Dan maar. Oké. Nou, offscreen doe ik heel eventjes snel even hout hakken om eventjes dat kleine stukje even daar te fixen. Dus ik zie jullie misschien een seconde. Niet nodig dus. Oké. Het enige daar is dit hier open. Dan heb ik nog hout nodig. Stom. Tot zo. Niet dat het echt nodig is, blijkbaar. Want hier hebben we al hout. Nou, eventjes een zaadje weer terugplaatsen. Zo. Klaar. Oké. Het is vrijdag de 13e. Natuurlijk maak ik van dat soort fouten. Wat heeft dat te maken met vrijdag de 13e? Helemaal niks. Oké, eentje maar nodig. Poef. Zo, klaar. Nou ja, dat is in ieder geval gedaan. Dus wat we nu gaan doen is... Ik denk dat we er een eind aan gaan breien. En dus van deze bouwaflevering... de komt van de dag op gaan hangen. Dus ik plaats hem neer. En ik zie jullie in een seconde. Oké, bedankt voor jullie seconden. Zonder enig op onthoud, de aflevering, de comment van de dag van aflevering 22, die komt van Claudia C. En die had geschreven, wij, awesome, jij bent awesome. En met jij bedoelen we natuurlijk, jij daar die daar op zijn laptop zit te kijken, jij zit daar op je tablet te kijken, jij zit op je phone te kijken. Ik zie jou daar op je pc kijken, ook hartstikke gezellig. Dus jullie allemaal. Ik wijs nou naar jou, jij wijst nou naar jezelf, ik wijs nou naar jou, ja. Jij bent ook awesome. Dus dankjewel Claudia C voor deze geweldige... Het doet me denken aan Dragon Ball Z, ik kan er niks aan doen. In ieder geval, geweldige comment, hartelijk bedankt voor de leuke comment. Je staat op de wall of awesome comments. Dus heel erg bedankt. Dus heb je een leukste momentje voor deze bouwaflevering? Heb je nog bouwsuggesties? Laat het weten in de reactie. Laat weten hoe jouw vrijdag de 13e is uitgepakt. Ik weet het niet, sorry. Ik kan er niks aan doen. Maar met dat gezegd te hebben, ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je er natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien maandag bij een nieuwe aflevering. Dus geen secret afleveringen helaas. Ik krijg het niet voor elkaar. Het spijt me zeer. Maar mijn excuses. Maar morgen dus om 6 uur ga ik dus livestreamen. Dan beginnen we dus zeg maar ook Terraria. Maar dan medium core. Dat is dus een difficulty als we doodgaan tot we alle stuff kwijt zouden raken.
Dat we alleen maar ranged weapons mogen gebruiken. En dat is allemaal live, dus geen knips en alles. En dan hoop ik dat ik net zo energiek ben als vandaag. Dus ik hoop jullie dan te zien als jullie de tijd hebben. 6 uur, het link staat in de beschrijving. Dus ik dank jullie voor het kijken. Jullie zijn echt awesome. Dank jullie wel voor alle support. En ik hoop jullie allemaal maandag weer te zien. Dus of ja, morgen bij de livestream. Is maar. Dus, en ik ga kijken. Ja. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Doei!